7 minuten over 9 is het. 130 studenten van het ROC in Almere die maken zich op voor een sportief dagje. Want ze maken kennis met de watersport. Dat kan heel dichtbij op Marina Muiderzand. Overigens, die studenten volgen de studierichting op het ROC en die heet Sport en Bewegen. En verslaggever Rob Brouwer die staat op de dijk aan het water. Inderdaad, Marina Muiderzand in Almere. Nou, en als ik zo achter mij kijk, dan zie ik een heleboel water. Ik zie een heleboel bootjes. Ik zie ook wat leerlingen die op dit ogenblik al aanwezig zijn. Want die gaan zo kennis maken met de watersport. En als je wat herrie op de achtergrond hoort, er wordt hier ook allerlei huizen uit de grond gestampt. Weer aan de andere kant van de dijk. Zoe, jij bent van het watersportverbond. Waarom zijn al deze leerlingen hier vandaag? Nou, vandaag organiseren wij een watersportdag voor de studenten van het ROC van Flevoland. Om hun kennis te laten maken met verschillende watersporten en hun alvast een kijkje te geven in hun potentiële werkveld voor na hun studie. Is er veel werk in het watersport? Onwijs veel werk in het watersport. Je ziet dat er onwijs veel Nederlanders het leuk vinden om te watersporten. En dat maakt automatisch ook weer dat er heel veel werk is in de watersportwereld. Maar zijn er dan weinig mensen te vinden die erin willen werken? Het is niet dat er weinig mensen te vinden zijn, maar er is zoveel water in Nederland dat er ook weer heel veel plekken zijn om zeilles te geven, kanoles te geven. Dus daarmee blijft het werkveld ongoing, zeg maar. Je noemt al twee dingen, kanoles geven, zeiles. Wat is er nog meer voor werk in de watersport? Je kan evenementen organiseren, zoals wij hierachter nu doen. En je kan bij commerciële aanbieders kan je aan de slag om het een en ander te regelen. En er is heel veel werk eigenlijk in de omgeving van watersport. Als ik bijvoorbeeld hier kijk, we zijn bij Marina Muiderzand. Hoeveel arbeidsplaatsen zijn hier op dit ogenblik vrij? Daar zou ik zelf geen antwoord op weten, want wij zijn van het watersportverbond. Maar ik weet wel dat er bij Seal Today, waar wij vandaag te gast zijn, altijd wel plek is om even een kijkje te komen nemen. Wat gaan de leerlingen hier vandaag doen? De leerlingen gaan vandaag windsurfen. Dat wordt gegeven door instructeurs van Seal Today. Zij leren hoe ze op de plank moeten staan, een beetje spelen met de wind. Ze gaan kano polo spelen. Dat is een spelletje met een bal in het water. Dus eigenlijk waterpolo, maar dan in een kano. En ze gaan suppen. En suppen is eigenlijk gewoon een leuke vorm van op een plank staan. Waarbij ze afsluiten met op onze hele grote sup een race. Dus op een speelse manier proberen jullie ze warm te maken voor werken in de watersport? Ja, het draait vandaag om samenwerking, leergierigheid en inzet. Daar krijgen de studenten ook punten voor. En aan het eind van de dag dan komt er een groep als winnaar uit. Zo proberen we dat een extra stimulans te geven om goed in te zetten vandaag. Jij werkt dus eigenlijk zelf ook in de watersport. Verdient dat een beetje? Ja, voor mij verdient het helemaal goed. Ja. Hartstikke mooi. Zoe weet dus alles over de werkgelegenheid. Misschien Jasper ook wel. Jasper is van het ROC van Flevoland. Jasper, goedemorgen. Goedemorgen. Met hoeveel leerlingen ben je hier vandaag ook alweer? Met 130 eerstejaarsstudenten zijn we hier vandaag. En wat zijn dat voor mensen? Allemaal jongeren in de leeftijd vanaf een jaartje of 16 tot 18. Allemaal VMBO afgerond op niveau 2, 3 of 4. En ze doen bij onze opleiding sportbewegingsleider of coördinator of opleiding medewerker sport en recreatie. En zij worden opgeleid voor de sportarbeidsmarkt. Nu zijn we hier in Almere en nu maken ze hier vandaag kennis met de watersport. Maar in Almere maak je sowieso toch al kennis met de watersport? Of is het de eerste keer dat ze water zien hier? Nou, voor sommige studenten wel. Het blijkt dat er is inderdaad ongelooflijk veel water in Almere. Maar het blijkt dat best veel eerstejaarsstudenten bij ons nog nooit in het water zijn geweest. En we hebben deze dag vorig jaar ook al georganiseerd. En een van de studenten gaf toen aan, ik heb de hele dag dingen gedaan die ik nog nooit heb gedaan. Maar ik vond het fantastisch. Dus het is echt een geweldige dag die het Watersportverbond, Seal Today en Marina Muiderzand voor ons organiseren. En je zegt, vorig jaar hebben we het ook al gedaan. Zijn er ook inderdaad leerlingen die zich verder zijn gegaan in de watersport? Nou, we zijn bezig met het ontwikkelen van een keuzedeel watersport, waarin studenten dus echt worden opgeleid tot instructeur in de watersport. Dat is nu nog in ontwikkeling, dus die mogelijkheid is er binnen onze opleiding nog niet. Die ambitie is er wel zeker. En studenten hebben ook na vorig jaar wel aangegeven, joh, het lijkt ons hartstikke leuk om het te doen. Doen jullie vaker dit soort uitjes, maar dan andere zaken? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een actieve opleiding. We zijn veel op het water. We zijn ook veel met buitensport bezig. We gaan heel vaak op kamp naar allerlei plekken in Nederland. Dus we proberen het zo interessant mogelijk voor de studenten te maken. Gaan we nog eventjes naar Zoe weer terug. Want Zoe, niet alleen proberen jullie vandaag leerlingen zover te krijgen om aan de watersport te gaan doen. Maar jullie hebben ook nog een goed doel. Wat zijn jullie hier aan het doen?
Nou, we proberen hier dus de studenten het werkveld in te krijgen. Ik bedoelde meer op het plastic. Oh, dat klopt zeker. Ja, we maken de studenten vandaag ook bewust van het plastic in onze wateren. By the Ocean We Unite, een organisatie, komt daar vandaag een interactieve lezing over geven. Dus de studenten doen 3 verschillende wateronderdelen, maar 1/4 onderdeel is dus het By the Ocean We Unite, waarin ze dus bewustwording van het plastic in de oceaan te weten krijgen. Dus niet alleen een leuk dagje hier, een leerzaam dagje, maar ook nog bewustzijn voor het plastic in de oceaan.